Marjolein. Welkom allemaal bij het webinar van een Oekraïense leerling in de klas. Ik ga even voor iedereen de microfoon uitzetten. Mijn collega's Boudien en Lenneke zijn er ook. En die houden, als het goed is, ook de wachtkamer in de gaten als jullie dat zien om nog mensen toe te laten. Welkom bij deze middag. Wij hadden voor ogen deze middag te doen voor de nieuwkomers, Oekraïense nieuwkomers in de reguliere school. Maar we merkten dat er ook veel aanmeldingen zijn van mensen die in een nieuwkomersklas werken. Dus wij willen deze middag zo organiseren dat we elke keer bij de presentatie de link leggen tussen het nieuwkomersonderwijs of de reguliere klas, zodat iedereen er wat aan heeft. En aan het eind willen we een kwartiertje overhouden in een breakout room voor vragen over nieuwkomersonderwijs, voor daar de nieuwkomers en voor de regulieren, zodat je wat specifieker de vragen kunt stellen. Als je vragen hebt, die kunnen in de chat gesteld worden. We proberen die dan aan het eind in de breakout rooms te beantwoorden. Maar mocht daar geen tijd voor zijn, dan nemen we deze webinar ook op en kunnen we de vragen later ook online zetten. Ik ben Karin van Dijk. Ik heb veel ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Ik werk sinds kort ook bij LOAN. Mijn collega Lenneke Robbe. Ik weet niet of iedereen Lenneke ook ziet. Hallo allemaal, goedemiddag. Die is er ook. Wij doen samen de presentatie. En Boudien Bakker is er ook om ons te ondersteunen. Hallo allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dan denk ik dat maar gelijk met de presentatie gaan starten. En Lenneke, kan jij aangeven of je hem ziet? Ik zie hem inderdaad. Hij is alleen middenin gestart. Even terug. Ja, nu is hij goed. Ja. Alleen moet ik nou even kijken hoe ik hem groter krijg. Nou, dat doet hij dan weer niet. Dat is dan jammer. Maar jullie zien hem allemaal. Een nieuwkomer op school. En dus in de reguliere klas of in de nieuwkomersklas. En we merken ook dat er heel veel nieuwkomersklassen zijn. En dat er veel leerkrachten daar zijn die nog geen ervaring hebben in het NT2-onderwijs. Maar het wel een fantastische doelgroep vinden. En nu een mooie kans zien om daar te gaan starten. En dus voor hen dit ook eigenlijk allemaal nieuw is. En deze webinar is ook echt basisinformatie. Er is zoveel te vertellen en we kunnen uren doorgaan, maar dat is niet de bedoeling. We willen dus vandaag echt de basis, regels is een gek woord, maar de basis van nieuwkomersonderwijs aan jullie meegeven, zodat je een goed beeld hebt waar je goed op moet letten en hoe je kan starten met de nieuwkomer in je klas. En of dat nou een Oekraïense nieuwkomer is of een nieuwkomer uit Syrië of Engeland of waar dan ook vandaan, ze spreken geen Nederlands en de kinderen leren op dezelfde manier Nederlands. Dit webinar gaat over nieuwkomers van 6 tot 12 jaar. Voor de kleuters is een aparte webinar. En in principe gaan de kinderen die net uit het buitenland komen naar een nieuwkomersklas. In deze klasse zijn alle kinderen eigenlijk gelijk. Ze komen allemaal uit een ander land en spreken allemaal geen Nederlands. En daar is heel veel tijd en aandacht voor de kinderen om het Nederlands te leren. In de gewone klas is dat vaak moeilijker, omdat niet alle middelen er zijn. En nou ja, de rest van de klas wel gewoon doorgaat. Op de LOAN site is een scholendatabase waarin het staat waar in jouw omgeving een taalklas is. Dus mocht je aanmeldingen hebben en denk van, oh, misschien is een taalklas toch beter, kan je even kijken waar die in de buurt zit. Kinderen krijgen in een taalklas een specifiek programma aangeboden. Er wordt gekeken naar de beginsituatie, zodat ze weten welke doelen er gesteld kunnen worden en ze een goed programma op maat krijgen. Gemiddeld zitten die kinderen een jaar lang in een taalklas voordat ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. En in dat jaar leren ze Nederlands spreken, lezen, schrijven en rekenen. En na dat jaar zitten ze natuurlijk nog niet op het niveau waarvan ze moeten zitten. Dat kost echt wel meer tijd, maar na een jaar zijn ze wel toe om door te stromen naar het regulier onderwijs met Nederlandse klasgenootjes, klasgenootjes van hun eigen leeftijd. En pikken ze daar ook weer de vervolgtaal wat sneller op. Een groot voordeel van een taalklas is dat het, voor de kinderen heel fijn is om samen met andere kinderen in hetzelfde schuitje te zitten. Zeker in het begin, als ze net nieuw hier zijn, zou het heel overweldigend kunnen zijn om in een reguliere klas te zitten en niemand
jouw taal spreekt, maar jij hen ook echt helemaal niet kan verstaan. Maar het gaat niet altijd, lukt het om naar de taalklas te gaan. En dat kan komen doordat er geen plaats is in de taalklas en de wachtlijsten lang zijn. Zeker nu die hele grote stroom Oekraïense leerlingen komen. Soms is de taalklas te ver weg en is er geen leerlingvervoer. Het kan ook zijn dat ouders willen dat hun kind heel graag naar het reguliere onderwijs in de buurt willen hebben. Ik merk dat hier in de regio ook, in de Duinenbollenstreek, dat ouders die komen hier uit een oorloggebied en hun kinderen zijn hun kostbaarste bezit en dan moeten ze die op een taxibusje naar een ander dorp. Dat is toch ook wel spannend. Dus soms kiezen ouders daar ook heel bewust voor. Of school kiest ervoor om deze kinderen zelf op te vangen. Er is geen personeel op een nieuwkomerslocatie om op te schalen. Dus er lijkt geen andere mogelijkheid. En het is zeker een flinke uitdaging dan. Hoe ga je ermee om? Wat heeft het kind nodig? En wat is behapbaar voor jou als leerkracht? Zeker in het reguliere onderwijs is het toch heel lastig om dan... als je een klas van 25 tot 30 hebt en dan een anderstalige erbij te krijgen die de taal niet spreekt, je moet het toch allemaal maar doen. In de nieuwkomersklas is dat wat makkelijker, omdat het vaak kleinere klassen zijn en je gewoon heel erg met alle kinderen hetzelfde bezig bent. Een warm welkom aan ouders en kind. Wanneer je op de reguliere school, maar ook in de nieuwkomersklas, nieuwe leerlingen hebt, heeft de directeur of de intern begeleider een intakegesprek. Die is vaak al gedaan, een rondleiding gegeven, nodig ze uit voor een kopje koffie, thee. Bij het eerste intakemoment is een tolk ook echt nog niet nodig. Met handen en voeten kom je een heel eind en heb je gelijk een goed contact met elkaar. Je voelt elkaar echt wel goed aan. Je legt daarin uit de dagelijkse gang van zaken, wennen aan een andere cultuur, het eten is anders, de omgeving is anders. En legt uit wat er van hen verwacht wordt, dat ze elke dag op tijd op school komen, hoe lang de schooldagen zijn, dat ze er elke dag zijn. Dat is vaak de standaard en daar begin je vaak mee. Maar wanneer dan die leerling bij jou start, is het ook fijn om dan een gesprek te hebben met de ouders om de drempel naar jou wat lager te maken. Zodat ze ook bij je aankloppen als er bijvoorbeeld een telefoonnummer wijzigt, wat nog wel eens wil gebeuren. Dat heb je toch nodig of dat ze even wat willen weten. Dus wacht daarmee niet tot het 10 minuten gesprek, die sowieso 10 minuten vaak te kort zijn. Maak een kennismakingsgesprek als ze bij jou in de klas zitten. Dit is een voorbeeld van een intakegesprek. Dit is dan vaak ook die in het begin afgenomen wordt, dat je alle basisgegevens hebt. Die is ook op onze site te vinden. Maar belangrijke dingen ook om te weten, welke taal wordt er thuis gesproken. Spreken ouders beide dezelfde taal? Het soort schrift wat er wordt gebruikt, wanneer het kind al is gestart met school? Hebben ze überhaupt school gehad? Maar ook hoe de zwangerschap is verlopen, hoe de taalontwikkeling is gegaan. Dat zijn allemaal belangrijke facetten die je graag wilt weten en dan ook een beetje kan voorspellen hoe de ontwikkeling gaat. Maar ook het zwemmen is belangrijk, zeker met al het water hier in Nederland. Dat wil je toch wel weten. Fietsen, sporthoofddoek, allemaal dit soort dingen is goed om ook bij het kennismakingsgesprek te hebben. Bij het gesprek zit ook vaak de leerling, want die wil dan weten op welke school die komt, in welke klas die komt. Misschien al wat Nederlands spreekt. Kan het kind lezen in eigen taal, in welk schrift? Zijn er nog meer talen waarin het kind kan lezen? Kent de leerling al wat Nederlandse letters? Zo kom je heel wat te weten en kan je een beginsituatie schetsen. Je kan ook de leerling haar eigen naam even laten schrijven om te kijken van nou, hoe houdt hij de pen vast? En welke kant schrijft hij op? Hoe ziet het schrift eruit? Daar kan je ook alweer wat uithalen. Maak je wat meer contact met de leerling. Maar wat is nou het allerbelangrijkste? Wij vinden dat met stip op nummer 1 een veilige basis is. Het kind moet zich welkom voelen, welkom in de klas voelen. En als ze zich hier thuis voelen, prettig voelen in de klas, dan komen ze ook tot leren. En dat wil je natuurlijk. Dus probeer echt een goede band op te bouwen met de leerkracht. Bijvoorbeeld door op een vast moment in de week, zeker in het begin, elke week op dezelfde tijd een gesprekje te voeren. En in het begin, omdat hij nog niet goed Nederlands spreekt, zijn dat hele korte momenten. Maar door dat op een vast moment te doen, bouw je het vertrouwen op en zal je merken dat het op een gegeven moment wel zelf naar jou toe komt. En dan heb je die band en die gesprekjes worden groter en meer. En zo kan je ook even spontane taal in de gaten houden. Een goed contact met ouders is heel belangrijk.
de drempel is vaak heel hoog om naar jou toe te komen. Dus neem zelf de eerste contacten daarin. Je kan ook een oudermaatje vragen aan iemand uit de klas. Een ouder die die ouder wegwijs maakt in de school. Kan helpen met parool of met schouderkom. Met de communicatie van uitleggen wat is nou kerst. Of wat moeten we met schoolreisje meenemen. Zo kunnen ze elkaar helpen. Zoek een fijn plekje in de groep om vrienden te krijgen. Eerst misschien dicht bij, bij de leerkracht. Of dat ze zeggen van nou die lijkt me aardig dat je die bij elkaar zet. En ouders helpen om buitenschoolse activiteiten te vinden voor het kind. Want ja, je komt hier nieuw, je hebt geen idee wat er allemaal is en hoe het allemaal werkt hier in Nederland. Dus dat kunnen ze niet zelf, maar ook buitenschoolse activiteiten zijn gewoon heel belangrijk om ook buitenschool nog met Nederlandse kinderen in contact te komen. En samen vormen een tandem. En dat is samen kan zijn een onderwijsassistent, een leraarondersteuner. Het kan ook een vrijwillige ouder zijn die helpt bij jou in de klas. Want eigenlijk, zeker in het reguliere onderwijs, kan je het niet alleen doen. Je hebt echt een apart programma nodig. Dus je hebt altijd iemand nodig die met jou werkt. En samen ben je die tandem. Je spreekt met de persoon met wie je samenwerkt wat jullie exact gaan doen. Het programma binnen de klas en buiten de klas moet op elkaar aansluiten. Dan heb je een mooie doorgaande lijn. En doe dan niet te veel tegelijk. Stel prioriteiten. Werk eerst aan de taal en later aan het rekenen. Kijk samen naar een planning in het weekrooster. Als je een weekrooster maakt, dan is dat heel duidelijk en overzichtelijk voor de leerling wat hij wanneer moet doen. En wat is praktischer om buiten de klas te doen? Het is niet de bedoeling dat de leerling constant buiten de klas zit, want hij wil ook binding hebben met de klas. En in het nieuwkomersonderwijs, in echt de nieuwkomersklas, is dat natuurlijk makkelijker, omdat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar in reguliere school is het ook echt wel nodig om soms buiten de klas te werken, om iets andere instructie te geven. Maar bespreek dat met elkaar en heb het met elkaar erover hoe het is gegaan en waar die hiaten zitten, wat er nog uitgelegd moet worden. En wat kan er dan dagelijks ook herhaald worden binnen in de klas? Want herhaling is heel erg belangrijk. Het kan niet in één keer allemaal onthouden worden. Stel je doelen en bepaal een tijdvak waarin je die doelen wil halen. Zo kan je goed in de gaten houden of de leerling groeit, of die zijn doelen haalt en waarom niet en waarom dan niet. En leg dan ook direct een vervolgafspraak vast. Dus ga regelmatig met elkaar om de tafel. Maar wat is er dan nodig? Voor de start. Want die leerling komt op een gegeven moment naar jou in jouw klas. En dan zorg je voor een eigen plekje, net als alle andere kinderen in de klas. Je kan woordlabels ophangen. In de nieuwkomersklas zijn dat echt de woorden, de deur, het raam. De het-woorden maken we dan rood. Die komen minder vaak voor dan de. En zo zie je goed het onderscheid, ook al kunnen ze nog niet lezen. En je kan in de reguliere school bijvoorbeeld die woordlabels ophangen met een Spaans woord erbij of een Engels woord, zodat de Nederlandse kinderen ook een andere taal leren en daar iets aan hebben. Vertel de groep over de leerling die komt. Laat de wereldkaart zien van nou, waar komt hij nou eigenlijk vandaan en zie je hoe ver dat is. Leer met elkaar het woord hallo of welkom, zodat als de nieuwe leerling komt, die zich echt welkom voelt in de klas. En zorg voor een maatje in de klas. En spreek met dat maatje af wat hij dan gaat doen. Dat hij de wc aanwijst of naar de kapstok meeloopt. Of als we eten en drinken gaan pakken of tussen de middag. Dat hij weet, ook moet hem even bij de hand nemen. Zodat hij weet waar we heen moeten. En als de nieuwe leerling dus vragen heeft, ook weet waar hij dan terecht kan. Doe regelmatig groepspelletjes en namenspelletjes. Want als je in een reguliere klas 26 kinderen hebt, is het heel moeilijk voor die nieuwe leerling al die namen te onthouden. Die ook heel anders zijn dan in zijn eigen land. Dus het is leuk om daar spelletjes mee te doen. Maar zorg ook dat er iets van speelgoed is of spelletjes in de klas. Want de hele dag een taal horen die jij niet eigen is, is heel vermoeiend. Dus dan is het fijn om eventjes wat anders te doen met de kralen, de smel, hoe noem je die kralen? te werken of even op de gang met Kapla of Uno of Borrel. Dat zijn hele leuke spelletjes dat ze eventjes kunnen doen. En dan gaat mijn collega Lenneke verder. Ja, dankjewel Karin. Nou, jullie hebben al een heleboel informatie net gekregen van Karin. Over de intake, waar begin je nou? Wat is er nodig voor de start? Nou, ik hoop dat jullie dat allemaal begrepen hebben. Zo niet, zoals Karin al in het begin vertelde, we gaan aan het eind van deze presentatie, het laatste kwartier, in breakout rooms uiteen.
Eentje voor de nieuwkomersgroepen, de ander voor de reguliere groepen. En dan kunnen we al jullie vragen beantwoorden. Dan nu het onderwijsaanbod. Nou, wat Karin ook al zei, we vertellen vandaag de grote lijnen. In een uur kun je niet alles vertellen. Ik ga niet heel diep in op hoe bied je nou een woord aan? Hoe zit dat nou met die viertakt van Marianne Verhallen? Hoe doe je dat allemaal? Nee, we schetsen echt vandaag de grote lijnen. Dat is anders voor het onderwijsaanbod is anders voor een nieuwkomersgroep dan voor een reguliere groep. Het aanbod op zich is hetzelfde, maar de manier waarop je het organiseert is natuurlijk toch anders. Een nieuwkomerslocatie is erop ingesteld. Jullie hebben vaak al een programma staan, dus komt daar een nieuwe leerling bij, of het nou een Oekraïense leerling is of een leerling uit een heel ander land, die gaat vaak mee in het bestaande nieuwkomersprogramma. In een reguliere school, wat op dit moment best vaak gebeurt, hè, omdat er of geen plaats is of alle andere opties die Karin al schetste, ja, dan moet je toch ook een aanbod verzorgen waarmee dat kind kan groeien in de taal en in alle andere vakken. Nou, we gaan jullie proberen daarin mee te nemen. De mondelinge taal is natuurlijk heel belangrijk. Als een kind in een reguliere klas komt, dan is het grote voordeel dat hij alleen maar Nederlands om zich heen hoort. En daar natuurlijk heel veel van op kan pikken. Aan de andere kant is het zo dat het kind in het begin er ook echt helemaal niks van begrijpt. Ook niet wat jij zegt als leerkracht. Probeer dus veel gebruik te maken van gebaren. En terwijl jij praat, wijs dingen aan. Zet die leerling dicht bij jou als jij voor de klas staat, zodat je ondertussen wat aan kan wijzen. Of die leerling een beetje op weg kan helpen. Stel je voor dat je start hebt, bijvoorbeeld in een weekendkring. Dan gaat er heel veel langs dat kind heen. Vertelt er nou een leerling bijvoorbeeld iets over een speeltuin, of die is naar de dierentuin geweest. Klik dan eventjes een plaatje open op de digibord, zodat die leerling ook in ieder geval een beetje weet waar het over gaat. En vaak is dat voor de andere kinderen ook weer leuk, hè, want dat roept ook weer allerlei interactie op. Bijvoorbeeld als het kind gaat sporten, hè, als je gaat gymmen. Dat kind begrijpt niet wat je moet doen. Gaat vaak wel naar de anderen kijken. Maar goed om in ieder geval je ervan bewust te zijn dat je dingen voor moet doen. Dat die taal nog niet begrepen wordt. Praat heel veel. Benoem heel veel. Geef dat kind ook vooral klusjes in de klas. Kom maar, nu mag jij de boeken uitdelen. Je doet even twee boeken voor, dan snapt dat kind wat jij bedoelt. En die kan dan daarna rondgaan. Dus bij alles wat je doet, benoem wat je aan het doen bent. En doe dat in korte zinnen en op een rustige manier. Dat kan natuurlijk niet de hele dag door, want die andere leerlingen, die moeten ook aan bod komen. Maar probeer het zoveel mogelijk in te lassen. Uiteraard is dit in de nieuwkomersgroep ook zo. Praat rustig, in korte zinnen, wijs aan. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Uiteraard maak je gebruik van de eigen taal van die leerling. En gebruik bijvoorbeeld Google Translate om woorden te vertalen. Kinderen zijn daar vaak al heel handig in. Doen dat vaak al op hun eigen telefoon. Nou, geef ze een laptop of een iPad. Laat ze dat tussendoor ook doen. En zit er nog een ander kind in de klas die dezelfde taal spreekt? Ja, maak daar echt gebruik van. Dat is heel belangrijk en ook prettig voor dat kind om te zien, hé, de juf vindt het ook goed als ik mijn eigen taal hier spreek. En natuurlijk vinden we dat goed. Wat ook goed is om te weten, dat Logo 3000 heeft praatplaten gratis beschikbaar gesteld. Die staan op onze Lowland site met deze link. En daar zijn ook lestips bij ontwikkeld per thema. Daar zijn we nog mee bezig, er komen er steeds meer. Op dit moment staan er 4 lestips van thema's online die je kunt gebruiken. Hij mag door, Karin. Hij wil niet. Nee. Oh, ja. Gelukkig. Nou, mondelinge taal. Een paar voorbeelden. In de nieuwkomersklas. Nou, de mensen uit nieuwkomersklassen die hebben hier vast en zeker al van gehoord. Wereld vol woorden is een prachtige methode die zeer recent is ontwikkeld. En die is er in 2 verschillende soorten. Een thematische en een cursorische. Even heel kort, de mensen die gewend waren met mondeling Nederlands nieuw te werken, die kiezen vaak voor de cursorische. Dat is eenzelfde soort opzet. De thematische versie
daar zijn de modules, zeg maar, de thema's wat langer dan bij de cursories. Als je dit googelt, dan wordt dat al heel duidelijk uitgelegd. Bij die mondelinge taal, de aandacht voor de klanken is heel erg belangrijk. Kinderen moeten de klanken goed leren uitspreken, want dan kun je en goed leren lezen uiteraard, maar later ook goed spellen. Als je de letters allemaal verkeerd uitspreekt, die klanken, kun je ze ook niet goed opschrijven. In het nieuwkomersonderwijs wordt er vaak heel veel aandacht besteed aan klankenlesjes. In een reguliere klas is dat natuurlijk niet zo makkelijk. Als jij maar één leerling hebt, ga jij niet iedere dag een lange klankles geven. Dan moet je het op een andere manier oplossen. Daar kom ik zo op terug. Kijk je hier, kijk je daar, is een hele goedkope methode, die software is dat, die kun je aanschaffen. Het was altijd een cd'tje. Gelukkig kun je nu de bestanden downloaden. En dat is echt voor het allereerste begin voor nieuwkomers. Het gaat over het huis, lichaam, buitenspelen. Eigenlijk sluit het heel mooi aan bij die Logo 3000 praatplaten die beschikbaar zijn gesteld. En ook bij die lestips. Horen, zien en schrijven is een methode die er al heel lang is. Hele goede opbouw. Ook die werkt nog met cd'tjes. Maar ik had contact met Basalt. En ze zijn heel druk bezig om alle audiofragmenten ook op de site te zetten. Zodat je die kunt downloaden. En niet meer afhankelijk bent van zo'n cd'tje. Hè? Want die gebruiken we. We hebben geen eens meer cd-ingangen in onze computers. Dus dat, ze hebben beloofd, dat komt zeer binnenkort. Dan is er ook nog de voorleespen. Daar zitten ook leerboeken bij, werkboeken. NT2 praat mee. Als je die even googelt, dan zie je een heel duidelijke uitleg. En ook bij lesmaterialen op onze site staat hier van alles over verteld. Zoals je ziet, zijn hier wat methodes waar de kinderen ook min of meer zelfstandig iets mee kunnen doen. Zeker in een reguliere klas is dat ook nodig. Je kunt niet de hele dag met dat kind gaan zitten en aan de taal werken. Als er ondersteuning is, dan moet je met elkaar bekijken van, ga je dan inderdaad met een methode als Wereld Vol Woorden werken? Of beperk je je tot horen, zien en schrijven? En gebruik je daar de woorden van? Dat is iets wat je met elkaar moet bekijken en wat per school en per situatie verschillend zal zijn. Wat is er mogelijk? Dat hangt echt af van de tijd die je hebt voor dat kind. En welke mensen. Hij mag door, Karin. Rekenen. Nou, dat is vaak het gemakkelijkste om mee te beginnen. Heel belangrijk is een beginsituatie. Karin vertelde het al in het begin. Doe echt een intake bij al die kinderen en kijk goed. Wat is hun beginsituatie? Als je een kind hebt van 11 jaar in groep 7, ga er niet vanuit dat dat kind zomaar mee kan doen met jouw groep 7 rekenles. Dus ga eerst even goed kijken. Neem eerst een hoofdrekentoets af. Zie even tot hoever het kind komt. Kijk dan even van, het kind kan al tot en met 100 rekenen, kan al delen, kan al vermenigvuldigen. Nou, waar zal ik eens beginnen? En ga dan met je eigen rekenmethode de methodetoetsen afnemen, net zolang tot je op het juiste niveau bent, wat je denkt, ja, dit kan het kind. Nou, de talige opdrachten zijn daarin natuurlijk heel erg moeilijk, dus die sla je in het begin even over. Sommige kinderen zijn heel handig met Google Translate en die zeggen, oh juf, ik vertaal het wel even. Dat kan ook, moet je even per kind bekijken. Geef je instructie bij rekenen, maak dan veel gebruik van visueel materiaal. Is voor alle kinderen handig. Voor jongere kinderen blokjes of Unifix, telraampjes, nou, jullie kennen ze allemaal. Doe dat vooral. En ook bij de oudere kinderen, breukendozen, laat dat veel zien. Is er een kind die dezelfde taal spreekt, op school, hè, in een andere klas, of bij jou in de klas? Ja, schakel die in. Dat is handig. Als jij met dat kind dat op nul Nederlands spreekt, procenten uit moet leggen en dat andere kind kan het in de eigen taal, laat dat dan vooral doen. Dat is superhandig. Voor jou als leerkracht, maar ook voor dat kind zelf natuurlijk. Ook op de Loans site is Metific is een rekenoefenprogramma. Dus het is geen methode, maar het is een programma waarmee kinderen diverse rekenvaardigheden kunnen oefenen op diverse niveaus.
Het programma schat ook in op welk niveau het kind zit en schaalt dat in. En het is beschikbaar in heel veel talen, zeker ook in het Oekraïens. En voor jou als Nederlandse leerkracht is het heel fijn, want jij kan in het Nederlands die kinderen inschalen, het programma instellen. De kinderen klikken op een knopje, gaat die op het Oekraïens en die kunnen daar heel goed mee rekenen. Daar horen we hele enthousiaste verhalen over. Dus wellicht leuk om naast dat rekenboek dit ook iedere dag even te laten oefenen. Hij mag door, Karin. Technisch lezen. Nou, naast natuurlijk de mondelingentaal, hè, kinderen moeten zich kunnen leren redden, moeten jou gaan begrijpen als leerkracht, is technisch lezen zowel in het nieuwkomersonderwijs als in het regulier onderwijs super, super belangrijk. Als je niet kunt lezen in het Nederlands, ja, dan kun je eigenlijk niks. En je zult zien dat, we hebben het nu vooral natuurlijk over de Oekraïense leerlingen, de kinderen die al in het Engels kunnen lezen, dus die ons Latijnse schrift al kennen, ja, die hebben een voorsprong. En zie je vaak dat dat ook heel snel gaat. De kinderen echter die alleen het Cyrillisch schrift hebben geleerd, die moet je dus echt ook helemaal vanaf het begin al die Nederlandse grafemen, al die letters, moet je aanleren. Dus of je nou in het nieuwkomersonderwijs zit of in het regulier, maakt niet uit hoe oud je bent, je moet starten met het leesprogramma van groep 3. Dat is best een klus als je in de bovenbouw zit. Heb je een ondersteuner? Nou, wat Karin ook al zei, spreek heel goed af. Wie geeft instructie? Wat kan het kind in de klas doen? En zorg ervoor dat het elkaar aansluit. Natuurlijk ga je niet de handleiding van zo'n methode helemaal doornemen. Dat heeft geen zin. Bied echt de basis van dat leren lezen aan. En heb jij als leerkracht dat eigenlijk nog nooit gedaan, zo'n aanvankelijk leesprogramma? Ja, stap dan even bij je collega van groep 3 binnen en ga even kijken hoe zij dat doen. In de nieuwkomersklas, nou, die zijn hier vaak aan gewend. Start bij het begin en kijk goed naar iedere leerling hoe snel ze er doorheen kunnen. Dit moet echt de hoofdmoot van je programma zijn. Ook een stukje voor jou als leerkracht, voor de organisatie, als dat kind kan lezen en schrijven uiteraard, dan kan het namelijk ook iets zelfstandig gaan doen. En gaat die taal, dat begrip van die Nederlandse taal, ook vele malen sneller dan dat je alleen maar je focust op die mondelingentaal. Nou, welke methode je ook hebt, welke leesmethode, er zit bijna altijd software bij. En ja, gebruik die ook voor het inoefenen van de letters, de klanken. Alle andere oefeningen van die software zijn vaak niet geschikt. Die kunnen vaak alleen maar met een leerkracht of een ondersteuning of een medeleerling. Schakel die ook vooral in. Kinderen, sterkere leerlingen of oudere leerlingen uit een andere klas, een hogere klas, die kunnen die kinderen helpen. Nou, de woorden en de letters die je dus aanbiedt van dat groep 3 programma, die moet je eigenlijk iedere dag flitsen. Zowel actief als passief. En let daar goed bij op de uitspraak. Nou, daar straks had ik het al over klankenlesjes. Zit je dus in het reguliere onderwijs, heb je echt geen tijd voor klankenlesjes. Maar het kan ook prima met de letters die je aanbiedt. Je laat het kind bijvoorbeeld, je werkt met veilig leren lezen. Je begint uiteraard bij kern 1. Dan laat je de kinderen de woordjes van de kernen benoemen. Je zorgt ervoor dat ze die goed uitspreken. Jij spreekt het goed uit, het kind zegt het na. Daarna doe je de letters van die kern. En dan moet het kind die letters kunnen zeggen, maar het moet het ook herkennen. Dus dan leg je die kaartjes met die letters midden op de tafel. En je zegt bijvoorbeeld, pak de M, pak de I, pak de E. Nou, dan zul je zien, die I en die E zijn super lastig. Dus dat moet je iedere dag oefenen. Dan horen kinderen ook het verschil tussen die klanken. En dat werkt echt goed als je dat iedere dag doet. Dan pakken ze het heel snel op. Nou, ik was van de week in een klas waar ze 2 weken met een Oekraïense groep waren begonnen. Die doen een echt nieuwkomersprogramma. En die kinderen die waren al aan het eind van kern 2, in 2 weken tijd. Spraken wel allemaal Engels, moet ik zeggen. En die gingen in een noodtempo al door die kernen heen. Iedere dag wordt er geflitst. Ik was verbaasd over hoe goed ze die
klanken en die letters al uit konden spreken. Ja, die kinderen gingen echt supersnel en konden nu al uit verschillende boekjes werken. Houd er wel rekening mee dat het in het begin echt puur om de techniek gaat. Ze hoeven nog niet te snappen wat ze lezen. Eerst die techniek en dat begrip, dat volgt zeker later. Ga maar door, Karin. Schrijven, ja, kent het kind al het Latijnse schrift, hè? Het voorbeeld wat ik net aangaf van die Engelstalige kinderen, die konden ook al onze letters schrijven. Heeft het kind alleen in het Russisch of Oekraïens leren schrijven, dan moet ze dat wel aanleren. Nou, ons advies is, doe dan de blokletters. Ga niet in verbonden schrift, dat is weer een stapje verder. Wat kun je dan gebruiken? Nou, bijvoorbeeld pennenstreken. 1, 2, start is gemaakt speciaal voor niet-Westerse kinderen. En er zijn ook hele leuke apps om de juiste schrijfrichting te oefenen, bijvoorbeeld Letterschool. Nou, ook dit staat allemaal bij lesmaterialen op onze site. Nou, dan ben je begonnen, hè? De mondelinge taal, het kind hoort Nederlands om zich heen. In de nieuwkomersklas ben je heel veel met dat Wereld Vol Woorden aan de gang geweest. Heel veel met die mondelinge taal. Je zult zien dat kinderen best bij het juiste aanbod veel al snel begrijpen. Je bent met dat technisch lezen echt iedere dag in de weer geweest. En dan beheerst dat kind op een gegeven moment AV3, midden 3. En dan kunnen ze ineens heel veel meer en ook heel veel meer zelfstandig. Dus dan kun je ook meer methodes inzetten. Bijvoorbeeld horen, zien en schrijven, wat we eerst alleen gebruikten misschien voor de mondelingentaal, kunnen ze nu ook in de werkboekjes. Ze kunnen daar ook die digitale oefeningen van doen. Bijvoorbeeld die Stanford Blocks. Daar staat ook heel veel woordenschat in, wat ze zelf kunnen lezen. Kunnen ze goed zelf inwerken. In de klas waar ik van de week was, vertaalden de kinderen zelf die woordjes ook in het Oekraïens op hun laptop. En ja, ik zag dat ze daardoor heel goed al die Nederlandse woorden begrepen, doordat ze het ook konden koppelen aan hun eigen taal. Als je midden 3 beheerst en dus alle Nederlandse letters kennen, dan kun je ook starten met een spellingprogramma. Nou, hier is een voorbeeld. Spelling in de lift adaptief. Werkt helemaal in thema's. Of staal groep 3. Zijn methodes die zijn gebaseerd op een auditief aspect, hè, een auditieve uitgang. En dat is voor deze kinderen heel erg goed. Ze kunnen dan ook, de meeste tenminste, hangt er een beetje vanaf hoeveel ze al begrijpen, bijvoorbeeld beginnen met leesmaakjes groep 3 voor het begrijpend lezen. Dat komt natuurlijk ook aan bod in de technisch lezenmethode. Het is ook net wat je op je school hebt, waarmee je gewend bent te werken. Het hele idee hierachter is dat je goed kijkt naar het kind. Welk kind beheerst al wat? Welk kind kan snel door? En wat kun je dan doen? Dus zorg ervoor dat je meerdere materialen hebt. In een nieuwkomersklas is dat vaak al zo. Heb jij een kind in je reguliere klas? Ga dan ook vooral bij zo'n nieuwkomerslocatie even kijken. Bel ze. Vraag van, wat doen jullie als een kind op een gegeven moment dit of dat niveau heeft? En dat kind, ieder kind, waar het ook vandaan komt, heeft een programma op maat nodig. Dus blijf goed kijken. Die boekjes hoeven niet helemaal uit als je ziet, oh, dit is eigenlijk veel te makkelijk voor dit kind. Die gaat zo snel, hop, boek aan de kant, hop, volgende boek. Dus blijf kijken. Er zijn natuurlijk ook kinderen die het lastig vinden. Die letters er in het begin maar niet in krijgen. Die klanken maar verkeerd uit blijven spreken. Laat die dan ook even parkeren. Herhaal even. En pak het dan later weer verder op. Dus kijk goed naar die kinderen. Ze kunnen niet allemaal hetzelfde doen. Hij mag door, Karin. Taalbos is een programma dat is gebaseerd op slagwerk. Kennen jullie misschien nog wel? Is een al een oude methode met wel een hele goede opbouw. Helaas wordt die niet meer uitgegeven. Gelukkig heeft Edufax Taalbos ontwikkeld. Die is helemaal op dat slagwerk gebaseerd. En dat gaat vanaf groep 4, de eerste helft, tot en met eindgroep 8. En die pakt alle onderdelen van de Nederlandse taalmethode, maar dan echt de basis. Er zit bijvoorbeeld geen verhaaltjes schrijven in,
maar wel echt de basis. Een stukje spelling, een stukje woordenschat, een stukje zinsbouw, grammatica, op een gegeven moment zelfs zinsontleden. Taalpas is echt een fijn programma, maar kinderen moeten wel AVI eind 3 beheersen of zelfs midden 4. En dan moet je ook nog even goed kijken als leerkracht, wat begrijpt het kind al? Ja, sommige kinderen gaan heel snel met het technisch lezen, maar snappen dan nog niet alles. Dus dan moet je misschien hier nog even mee wachten. Kunnen ze dat wel? Dan is dit een mooie aanvulling op de rest van wat je al doet in je klas. Helemaal door. Ja, en hoe doe je dat dan? Hè? Klinkt allemaal heel leuk wat ik nu vertel. Nou, nogmaals, in de nieuwkomersklas is er vaak al een heel systeem waarin ze werken. Dus als het goed is, gaan de kinderen daarin mee. In zo'n reguliere klas, waar er maar 1 of 2 zit, moet je het echt heel goed voorbereiden en inplannen. Nou, hier zie je een voorbeeld van een schema. Het schema hoef je helemaal niet te gebruiken. Het is gewoon een idee, zodat het kind weet wat hij moet doen. Maar ook jij als leerkracht en ook jouw duo en als je ziek bent een invaller. Wat moet dat kind doen? Nou, zo'n schema kun je bijvoorbeeld voor de hele week inschrijven. Heb je een ondersteuner? Doe dat dan samen. Hè, hier zie je in rode letters juf staan. Dan weet dat kind, kan ook natuurlijk meester zijn. Dan weet dat kind, hé, op dat moment moet ik even voor instructie iets aan de juf vragen. Dat kan de juf zijn die 3 keer in de week komt. Kan de juf zijn in de klas. Dat moet je natuurlijk met elkaar inplannen. En rooster voor jezelf als leerkracht in je dagplanning in wanneer je waar tijd voor hebt. Ga daar ook samen met die ondersteuner even voor zitten. Ben je in je eentje, is het wat makkelijker. Maar ook dan moet je het inplannen. Lijkt allemaal heel lastig, hè? Kind in groep 7 moet op groep 3 nog leren lezen. Nou, dat is ook lastig. Dat is echt heel moeilijk. Het is wel zo dat als je het kind op eigen niveau laat werken, dat je instructie dan maar kort hoeft te zijn. Als je het kind maar probeert mee te nemen met jouw klassikale uitleg, of je uitleg in 3 groepen, in jouw groep 5, 6 of 7 of welke groep dan ook, dan moet je dat kind erbij blijven trekken en dan duurt zo'n instructie veel langer. Werkt het kind op eigen niveau, dan kun je volstaan met steeds even een korte instructie en dan kan dat kind weer door. Laat het kind natuurlijk niet met alles alleen werken. Natuurlijk doet het mee met gym, met knutselen. Worden er filmpjes gedraaid bij de zaakvakken. Misschien doe je wel Niels begrip. Laat dat kind dan natuurlijk ook vooral meekijken en meedoen. Hè? Want het moet wel onderdeel van die groep blijven zijn. En nogmaals, die medeleerlingen willen heel graag helpen. En schakel ze dus ook in. Hij mag door. Dan hebben we ook nog doelen. Nou, op een gegeven moment is dat kind gewend. Je hebt een goed programma lopen in je klas. Dan moet je natuurlijk om dat kind te laten groeien ook doelen opstellen. Ga ik niet al te ver op in. Hè? Daar hebben we te kort tijd voor. Sinds kort zijn er leerstoflijnen die op de Loan-site staan. Waarin heel mooi in stapjes is uitgebeeld wat een kind bijvoorbeeld bij technisch lezen, welke een stapjes een kind moet doorlopen. En als jij goed naar dat kind kijkt, zie je ook al heel snel, hé, die stapjes kent dit kind al. Oh, die sla ik over. Ga ik alvast naar die stapjes. Oeh, die vindt hij nog moeilijk. Die stapjes moeten nog een keer. Dus ook hier weer goed kijken. Aan de hand van deze leerstoflijnen, die zijn er nu voor technisch lezen, mondelingentaal en rekenen. Die kunnen jou helpen als leerkracht om te kijken welke stappen moet het kind doorlopen om bij een bepaald doel te komen. Dan moet je natuurlijk ook nog goed gaan kijken, wat is dan haalbaar? In nieuwkomersklassen werken ze of in periodes van 10 of soms in 13 weken, dat zijn dan de toetsperiodes, of 4 keer per jaar of 3 keer per jaar. Nou, wat kan het kind nu? Wat is nou haalbaar? Dat kind ook met 0 Nederlands gestart is, wat is nou haalbaar met dat bijvoorbeeld technisch lezen, wat die kan halen over 10 weken? Wat is een doel? Moet je natuurlijk eerst even de eerste 3 weken kijken van hoe snel gaat het kind en schat dan ongeveer een doel in. En gebruik daar die leerstoflijnen bij, waarvan je hier het plaatje ziet, welke stapjes zijn daarvoor nodig.
Nou, dan ga je op een gegeven moment een toets afnemen. Wat is het resultaat? Wow, wat goed. Stel dan een nieuw doel. Als je ziet van, dit had wel wat hoger gekund. Dan moet je natuurlijk met elkaar gaan kijken, wat gaan we hier dan doen? Nou, dit was even heel een enorme sneltreinvaart. Hij mag nu door, Karin. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de sociaal-emotionele kant. Hè? Je geeft natuurlijk didactisch, maak je een mooi programma. Mijn eigen ervaring is, ik werk heel lang in het nieuwkomersonderwijs, is dat als je kinderen dat programmaatje op maat geeft, ze ervaren al direct vanaf dag één succes, dan zie je al vaak dat dat enorm helpt. Hè? De juf ziet ze goed of de meester ziet ze goed. Er wordt goed uitleg gegeven. Het kind ervaart succes. Hé, dit kan ik. Dat is al heel fijn. Verwacht als leerkracht niet dat dat kind, hè, nou bijvoorbeeld 6 weken, al Nederlands praat. Ik krijg vaak telefoontjes en dan zeggen mensen, nou, die kleuter die is hier nu een maand of 2, maar die zegt nog steeds helemaal niks. Nee, dat klopt. Sommigen praten al direct, gaan al vanaf dag 1 jou lekker nalopen praten. En anderen zijn nog even stil. Verwacht niet te veel. Dat kind moet ook even kunnen wennen. Sommige kinderen zijn in het begin boos. En die kunnen zich niet verstaanbaar maken. Die slaan of die geven een schop. Denk niet als leerkracht, oh jeetje, dit is echt een enorm gedragsprobleem. Welke hulpverlener zal ik hier eens bijhalen? Wacht het even af. Wees wel duidelijk. Stel wel grenzen. Je mag geen ander kind pijn doen. Dat mag gewoon echt niet. Laat dat duidelijk blijken. En dat kan door je mimiek, door stop te zeggen, dat verstaan alle kinderen. Maar hou er wel rekening mee dat zo'n kind misschien wel heel veel heeft meegemaakt. Andersom kan ook dat het kind heel apathisch is. Dat het met jou geen contact wil. En ook niet met de andere kinderen. Laat maar even. Zeg ook tegen de andere kinderen, ze wil eventjes rustig zitten. Of hij wil even rustig in een hoekje spelen. Wacht maar af. En vaak zie je dat na een paar weken, dan komt dat kind wel. Dus raak er niet van in paniek. Blijf wel goed kijken naar dat kind. Geef het positieve aandacht. Maak goed oogcontact. Laat zien dat je er bent voor hem. Maar verwacht niet te veel. Denk je toch van, nou, dit duurt me toch te lang? Praat dan als eerste met die ouders. Hè, met een tolk erbij of de tolkentelefoon. En vraag, hoe gaat het met je kind? Hoe gaat het thuis? Kan je kind goed slapen? Eet het kind goed? Hoe gaat het met jullie? Hè, hoe is het in het thuisland? Heb je misschien een tip? Laat dat kind eventueel aansluiten bij het gesprek, zodat je met elkaar er iets aan kan doen. Nou, ik zei het eigenlijk net al, hè? Als het kind het juiste aanbod krijgt, dan zie je vaak dat het vanzelf, soort als vanzelf, al goed gaat. Moet het kind meedoen met lessen die hij nog helemaal niet kan volgen? Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus dat programma op maat voorkomt een heleboel frustratie.